afmaken? Ben je de enige? Of, ja? Oké. Er is nog iets wat er speelt bij kunststoffen en wat ook te maken heeft met kruid. Hè? We hebben het net gehad, heb je langere tijd belasting, dan krijg je dus dat bijvoorbeeld een pijpleiding waar continu spanning op staat, die kan dus gaan uitzetten, net zoveel, tot op een gegeven moment de rek te veel is en dan gaat die scheuren. Dus dit is een dingetje dat door kruip gebeurt. Maar als ik een kunststof laat vallen, dan kan die soms ook heel bros breken. En dit hebben jullie vast ook wel eens gezien. Bij plastic bekers. Dat er van die streken zien komen. Ja? Nou, deze dingen hebben eigenlijk alle drie een beetje met elkaar te maken. Hierbij heb ik dus echt een hele taaie vervorming en dan uiteindelijk gaat het scheuren. Maar ik heb, dit is heel bros en deze scheurtjes zijn ook heel bros. En het gekke is, dit gebeurt dus bij hele lange tijd en dit bij hele korte tijd. Dus ik heb een soort van heel kort, een beetje ertussenin en heel erg lang. En dan gaat het van bros naar een taaie breuk weer naar een bosse breuk. Nou, dat is eigenlijk heel vreemd. Ja. Hoe kan het dat het super lang duurt, maar nog steeds onder het bros valt? Ja, dat is dus gek, dus dat ga ik uitleggen. Oké. Die taaie breuk, dat is eigenlijk, is dat kruip. Dus als ik, en dat is in de logaritmische schaal, als ik de tijd, hoe lang ik de belasting erop hou, dan kan die, als ik de belasting er heel lang op hou, dan kan die, als ik hem heel lang erop hou, natuurlijk een minder hoge spanning aan dan als ik hem, nou ja, een dag erop hou. Dan kan ik hem, als ik hem een dag erop hou, kan ik hem iets langer, iets hogere spanning geven dan als ik hem een week erop hou of als ik hem een jaar erop hou. Dat is logisch. En dan krijg ik alsnog dus die taaie kruipbreuk. En nou wil het gekke dat er een soort curve doorheen loopt van brossenbreuk. Maar die loopt zo. Dat is bij kunststof zo. En dan moet je niet vragen waarom en zo. Maar wat natuurlijk de laagste is, dat gebeurt. Dus hier gebeurt het brossen, dan gaat hij over naar taai en dan gaat hij hier weer over naar het brossenbreuk. En dat is dus gek. Dus daarom heb ik juist bij hele korte tijden een brossenbreuk en bij hele lange tijden en bij de tussenin de kruik. Wat is eigenlijk een taaibreuk? Een taaibreuk, is dat echt alleen scheuren? Een taaibreuk betekent dat het als kauwgom breekt. En een brossenbreuk betekent dat het eigenlijk niet plastisch deformeert op de plek waar het breekt. Dus bijvoorbeeld bij vermoeiing is dat ook zo. Dat is altijd een hele brossenbreuk. En waarom is dat gevaarlijk? Omdat je het niet... Je ziet niet aankomen. Kijk, in zo'n glas wel, omdat je daar doorheen kan kijken en dan zie je die scheurtjes. Maar als je een wit plastic hebt, dan zitten die scheurtjes er net zo goed in, maar je ziet ze. En dan ineens, stel je voor, je hebt een gasleiding. Het is niet zo leuk als daar dan ineens iets doorheen lekt. Hè? Dat minder leuk. Dus daarom is dat gevaarlijk, bossenbreuk. Kijk, en als je iets laat vallen, ja, dat kan altijd, maar dan merk je het meestal wel. Dus dit is de minst erg breuk, want dat zijn de ongelukjes. Ja, dus je hebt drie zones. Wat je dus wil, is dat je wil kunnen voorspellen wanneer die hier, na hoeveel tijd en bij welke spanning, hij nou overgaat van die taaie breuk. Zie je die aankomen? Ja. Ja, die zie je aankomen, want je ziet hem eerst opblazen. Je ziet hem helemaal deformeren, taai worden, plastisch deformeren. En je denkt, hé, hier is wat aan de hand, laat ik dat buisje maar even vervangen. Tenminste, als die ergens zit waar je het kan zien, natuurlijk. Dus, ja, dit zijn dan toevallig pijpen, maar het kan natuurlijk gewoon elk product zijn. Dus als je merkt dat die aan het kruipen is, dan kan je hem tijdig vervangen. Maar je wil dus weten, wanneer komt dat punt dat ik het niet meer detecteer, dat die enge, kleine, van die kleine haarscheurtjes, van die microscheurtjes, die worden crazes genoemd. In het Engels. En waarom ben ik niet? Gekke genen. Ja. Ik weet het niet. 1 craze, 2 crazes.
Dus moet je wel weten die term trouwens. Dus ik wil weten wanneer dat gebeurt. En die overgang, die gebeurt natuurlijk na ongelooflijk lange tijd. Dus na jaren. Dus wat we niet kunnen doen is voor elk materiaal dat jaren op spanning brengen en kijken. En wat ze dan doen, is ze zeggen van weet je wat we doen het bij 20 graden, 35, 50, 65 enzovoort. En ook bij een hogere temperatuur. En dan hoe hoger mijn temperatuur, hoe lager natuurlijk die taaie ding loopt. Want mijn kruip gaat sneller bij hogere temperatuur. Dus die overgang die gebeurt ook eerder. En in plaats van dat in 100 jaar gebeurt, gebeurt dat ineens in een week. Nou, dat is fijn, want dan weet ik, hey, er gebeurt 95 graden in na 3 dagen, dit na een week, dit na 3 weken. Dan kan ik dit dus ook extrapoleren. Oh, oké, dus na 35 jaar, prima. Dat is goed. Maar dan schrijf je natuurlijk wel in een rapport, na 20 jaar graven we weer die gasleiding op en dan vervangen we hem. Want dan weet ik, nee, dan zit je veilig. Ja? Dus dat kan je doen. Op die manier. Nou, dus dat is belangrijk om te beseffen dat dit gebeurt en dat je daar rekening mee moet houden. Als je dus, en dat heeft allemaal te maken met als er langdurige belasting opstaat. Als het belastingvrij is, dan bedoel ik niet BTW, maar spanningsvrij, als er perioden van geen spanning zijn op die dingen, dan maakt het niet zoveel uit. Even een vraagje, hoezo staat er spanning op hierop? Hoezo staat hier spanning op? Lucht. Nee. Het is maar een glas. Of een beker. Hoe kan dat? Hoezo staat het? Het is toch Wat? Ik weet niet hoe het geproduceerd is. Juist, ja, jullie zeggen het allebei eigenlijk. Hij zegt, het ligt aan de manier hoe het geproduceerd is. Dus hij zegt interne spanning, ja. Want hoe, bijvoorbeeld een bekertje, plastic bekertje, dat wordt bijvoorbeeld met vacuümvormen gemaakt. Dus wat ik doe is ik maak het warmer, dan trek ik het. Wat gebeurt er met die ketens op het moment dat ik het uittrek? Ja, die trek ik helemaal. En dan bevries ik die structuur. Dus er zit interne spanning in, want die polymeren willen eigenlijk liever... Volgens mij heb ik dat jullie laten zien, dat ik zo'n polystyreen bekertje, dat die helemaal ingezakt is. Ja, sommigen wel, sommigen niet. Nou, kom snel even binnen. Als ik... Ik kan hem natuurlijk straks halen, vier dingen naar beneden. Nog een trucje wat je thuis eigenlijk niet mag doen. Als je een polystyreen bekertje hebt en je hebt een grill thuis. Dus gewoon zo'n koffiebekertje uit de automaat. Hè? Zo'n wit koffiebekertje. Je moet niet met die rode doen, want dan komt de kleurstof eruit. Maar zo'n wit koffiebekertje. En je zet het onder de grill. En je moet heel goed blijven opletten. Want als het te ver gaat, dan verbrandt het. En dan staat je plafond in de fik. Of je grill in de fik. En dat is niet leuk. Maar wat je dan ziet, is dat zo'n diepgetrokken bekertje. Dus dat is gewoon zo'n bekertje. En er zit hier een ribbelrandje. Dat gaat langzaam inzakken. Dus ik heb zo'n bekertje. En dat gaat langzaam inzakken, dat wordt een beetje zo'n vorm. En uiteindelijk wordt het gewoon een rondje. Dus hij wil uit zichzelf weer terug naar zijn originele vorm, namelijk gewoon een plaat. Polystyreen. Nou, dus dat is die interne spanning die hierin zit. Dus het productieproces bepaalt dat grotendeels. En de meeste productieprocessen bij kunststoffen die geven interne spanning. Spuitgieten zeker. Dat heel snel, hoe vaak is het zo, hoe sneller ik afkoel, hoe groter de interne spanningen, dus hoe erger dit soort dingen. Nou, heb ik dat gehad. Hier zie je bijvoorbeeld een gasleiding die dat heeft. Nou is er gelukkig nog een trucje. Ik had natuurlijk, en je kan natuurlijk onder een bepaalde spanning gaan zitten, maar dat is ook een truc als ik onder een bepaalde rek ga zitten. Dus niet onder een bepaalde spanning, maar onder een bepaalde rek gaat zitten. Dan gebeurt het niet. Die crazes. En dat heet de kritische rek. En in feite is dat een soort trucje.
van oké, als ik dus maar gewoon zorg dat hij niet meer dan zoveel rekt, dan ben ik klaar. Nou, dat is handig om te weten, maar die term kritische rek moet je natuurlijk wel kennen, want je kan voor, als je dus kans hebt op crease vorming, die microscheurtjes, dan kan je dus ook, en het is echt een product waar ik de dingen echt niet wil hebben, zoals een gasleiding, dan moet ik dus zorgen dat ik het zo produceer dat er minder rek in zit en ook tijdens het gebruik minder rek in komt, dan, en dan heb ik het over 1%, dat soort dingetjes. Wat zijn de rekken waarbij kunststoffen breken? Als ik even dus een typische trekrekkommen van kunststof. Hoe zit dit dan? Hoeveel procent is dat? Typisch voor kunststoffen. Ik leg het ook aan wat voor kunststoffen. Ligt het ook aan wat voor kunststoffen? Ja, klopt. Maar bij een beetje amorf kunststof heb, zit ik hier al op 30-40%. Kan die rekken voordat die kapot gaat. En bij metalen zit ik op 0,0 of wat, van 0,1 of zo. En dan breekt die anders. Dat is veel, veel, veel minder. Dus als ik bij de kritische rek op 1% zit ongeveer, dan is er dus eigenlijk heel weinig. Dan zit ik echt helemaal in het beginstukje hiervan. Waarbij dus de polymeren minder snel tegenover elkaar gaan schuiven. En dus eigenlijk minder kruip krijgen, minder gedoe en ook een trace voor. Nou, dit was de theorie. De eerste vier vragen zijn nog in oude format, namelijk in de format van de presentatie. En er zijn twee vragen die zijn als nieuwe vragen, dat zijn typische tentamenvragen. Dus ik heb overigens, ik zou hem even uitzetten.